Een hele goede middag, dames en heren. Vandaag is een hele leuke dag. Ik ben nu even met mijn broertje, mijn privéchauffeur. Alles goed? Ja hoor. Jij gaat vandaag een examenroute rijden. Ja, ik ben heel spannend. Jij bent heel spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ja, ik hoor het al aan je articulatie. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, ik ga maar gewoon lekker rijden. Nou, zoals jullie in de thumbnail al hebben gezien, vandaag ga ik mijn nieuwe speeltje ophalen. Maar wat voor speeltje, dat gaan jullie straks zien. Ik ga trouwens deze GoPro ook op mijn helm monteren. Ik ga ook in de regen rijden, zoals jullie zien. Het regent ook een beetje. Dus we gaan gewoon een nieuw BMW ophalen van mezelf. We gaan het zien. Over een minuutje zijn we aangekomen, jongens. Ik kijk wel een beetje tegenop, want het is heel wat harder gaan regenen. En ik vind het best wel spannend, moet ik zeggen, straks hoe ik naar huis ga rijden in de regen. Kom jij me redden als er iets gebeurt? Nee. Ga je voor of achter mij rijden? Ik ga wel achter mij. 1 minuut, en dan zijn we. We zijn aangekomen, jongens. Het is hier zo. En ik denk dat we maar eens beter kunnen uitstappen. Hè? Ja. Ik geef de camera aan jou. Succes. En dan moet ik in dit regen rijden? Is dit hem? Nee. Of is dit hem? Of is dat hem? Of is dit hem? Of is dat hem? Gaat het. Dit is wel mooi, hoor. Maar deze is mooi, hoor. Deze is ook mooi. Deze ga je van verjaardag gehad, toch? Lief? Ja. Nee, niet die rode, maar cool. Welke wil je? Ik haal niet voor jou. Ik wil die groen van net, man. Die groen van net? Ja. Laten we Jack even zoeken. Die wil volgen. Ja. Ja. Hoi. Hey, Jok. Hoi. Waarom zijn ze hier of hier? Kom hier. Ik moet daar nog. Hier of hier boven? Ja, alles goed. Dat voor jongen, ja, maar mij wel. Hoi. Hallo. Hoi. Je komt even allemaal filmen. Ja. En ik leuk. Ik hou die graag. Serviceboekje. Ja. Ik wil als een service. Voor de service kom ik gewoon hier langs, toch? Ja, precies. Ja. En je hebt dus 4 jaar garantie op de motorfiets, hè? Ja, vier jaar garantie. Oké, helemaal goed. Dus alle motorfietsen vanaf 1 december hebben dat. Dus, dit is jouw instructieboekje, mm-hmm. Waarbij in principe, dit zijn de talen waar die uitleesbaar is. Dus voor het geval je denkt, moet ik dat hele boekje doorlezen? Nee, alleen de taal die je wilt. Dus, ja. Maar ik leg hem al even uit. Dat is goed. Engels kan ook. Ja. Dan zijn we morgen nog niet klaar, denk ik. Nou, factuur, motorfiets was al betaald. Ja. Op de factuur ook nog een keer vermelding van die 4 jaar. Dus dat je in ieder geval dat ook zeker hebt. Ja, klopt. En dan even kijken. Het duurde nog eventjes, hè, voordat hij er was. Maar bedankt voor je geduld. Ach, geen probleem, ja. Maar je hebt nou wel een hele mooie kleur. Want ja. Het is de eerste in deze kleur die de weg op gaat. Dus, ik denk dat ik niet ieder. De echte nieuwe is hier ook. Ja, hè? Klopt. Gewoon, hij is eigenlijk nog net uit. Hij is modeljaar 2024. Ja. Dus dit is echt. Dit is de eerste die uit. Ze hadden dit gedacht als demo van ons, maar ik heb jou de voorkeur gegeven. Ja, dus, dat is helemaal goed. Dan ben ik de eerste die het gebruikt. Ja. Even kijken. Dan gaan we het kenteken registreren. Ik heb het lekker weer ook meegenomen. Ja, ik zie het. Het begint wat lichter te worden. Het lijkt ook een goede ervaring. Ja, doe in ieder geval even voorzichtig met de nieuwe banden. Hè. Dus ja. Het, je moet niet denken, nieuwe banden hebben veel grippen. Nee. Dat hebben ze juist niet. Dus het moet nog warm worden. Nee, ik vorm krijgen. Hoe spreken we dat? Oegur? Nee. Oegur? Oegur. Oegur. Ja, okay. Je hebt eigenlijk 2 soorten. Je hebt oer. Ja. Dat is eigenlijk, zeg je dan O-E-R. Ja. Of je zegt Oegur. Oké. Okay. Uger. En, en de G heel zacht dan. Ja, een zachte G. De G heeft zo'n dakje erboven. Ah, oké. Okay. Dit is het tenaamstellingsverslag. Uh-huh. Met de eerste tenaamstellingscode.
Daar komt straks een brief van de Rijksdienst Wegverkeer naar jou toe met het kenteken pasje, ja, met een tweede code. Ja. Dus, en die twee codes die moet je kunnen reproduceren. Dus soms is het best als je hier een screenshot van maakt, dan heb je het altijd. Ja. Dus, absoluut. Nou, dan heb ik alleen nog heel even hier een handtekening nodig, omdat ik zojuist het kenteken gekoppeld heb aan jou. Ja. En dat, je ziet het ook om 14:39. Ja, daar heb ik even een mooi krabbeltje. Ja. Alrighty. Nou, dan gaan we naar de feitelijke afoverdracht. Yes. De papieren zijn nu geregeld. En we gaan het kenteken. Of zo, we gaan naar de motor. En dit is jouw sleutelhanger met een sleutelhanger, dat is een zachte. Ja, ja. Dus je beschadigt de motor verder niet. Oké. Okay. Er zat nog een beschermfolietje op je dashboard. Zal ik je er maar afhalen? Ja, doe maar. Doe maar, dat is altijd zo leuk om te zien. Hij straalt echt, hè? Ja, hij spreekt er hier. Maar toch van die groene wel. Nee, ik niet. Ik ben blij dat het voor deze heb je contact aan. Dan heb je hier in jouw dashboard brandstofhoeveelheid, de toerteller, welke versnelling je zit, Kawasaki traction control, de tijd en wat boordinformatie. Ja. Druk je naar boven toe, dan zie je je dagteller in totaal kilometerstand. Gewoon 1 kilometer gereden. Ja. Echt helemaal nieuw. Ja. En als je nou naar onderen drukt, dan zie je hier het een en ander veranderen. Je gemiddelde snelheid, de totale tijd, ja, de batterijspanning. En dat zijn deze twee knopjes. Druk je nou dit knopje in, kijk, dan gaat je Kawasaki traction control gaan knipperen. Ja. Wat houdt daarin eigenlijk? Die, Traction control is omgekeerd ABS. Dus ABS signaleert wanneer jouw voorwiel stil komt te staan. Okay. En jouw traction control signaleert wanneer je achterwiel te snel rond gaat draaien, zodat je de grip verliest. Okay. En op dat moment verandert die vermogen, vermindert die vermogen. Okay. En je hebt daarvoor 1, 2 en 3? Ja, precies. Bijvoorbeeld bij 2 is het als het nog gladder is op de weg. Als, precies. Precies. Ja, kijk, ik heb hem nu op 2 staan. Je kan hem op 1 staan en je kan hem 2, 1. Ja. Zo staat hij uit. Okay. Maar dat is alleen maar als je overroad rijdt, ja, want dat doe je niet zo makkelijk met deze motorfiets. Nee. Oké, okay. En standaard staat standaard is op 1. Kijk, alleen als het nou echt giet van de regen zoals nu, of het is glad, ja, we zetten hem dan op 2. Ja. Dan we zetten hem nu even op 2. Oké. Okay. Als je dan nog een keer cel indrukt, dan staat hij vast. Helemaal goed. Dan heb je hier twee knopjes, als je die tegelijkertijd indrukt. Maak je een foto. Oh. Kijk. Dan heb je in feite een tweede display, waarbij je... Dat wist ik niet. Shiftlamp. Kijk, als jij nu met de motorfiets rijdt, gaat hij bij 4000 toeren, gaat hij flikkeren, jouw snelheidsindicator, je versnellingsindicator. Ja, ja. Hey, let op, we hebben hem ingesteld op 4000 toeren max, tot aan de eerste 1000 kilometer en daarna, nadat de motorfiets even nieuwe olie en een nieuw filter erin gehad heeft, mag je hem naar een hoger toertal zetten. Okay. Dus dat is, maar dat hebben we hier geprogrammeerd. Okay. Het is echt leuk, al die functies. Ja, ja. Ik wist dat niet. Hij heeft ook een Bluetooth, zag ik. Ja, er zit een Bluetooth op. Je kan eventueel je telefoon koppelen aan jouw dashboard. Ja. Wat kun je daarmee uitlezen? Eigenlijk jouw bordcomputer, dus je brandstofverbruik en dergelijke, dat kun je zien. Ja. En stel je voor dat je een app van Kawasaki downloadt met Kawasaki My Ride app. Ja. Dan zou je, op het moment dat je zegt, jongens, ik ga een route rijden, dan geef je aan in de app van, jongens, ik ga gewoon de wilde weg rijden, maar neem het op. Dan slaat hij het op in zijn geheugen. Okay. En dat doet hij, hij geeft de gegevens door aan je telefoon. Dan staat gewoon hoe je hebt gereden. Ja, juist. Nou, dan heb je je dashboard. Het beste is in principe altijd E5 te tanken, maar E10 kan uiteraard ook. Dus, dat komt leuk om te weten. En dan hebben we, even kijken, hier nog een slotje zitten. En daarmee kun je onder het zadel, dan kun je eventueel nog een schijfremslot of wat of iets anders in opbergen. Oké. Je gereedschap ligt hier.
Dat zit hier net tussenin? Ja, ik zie het. Ja? Dankjewel, man. Nou, in de regen is het toch wel een beetje spannend om te rijden. Zo. Daar gaan we dan, hè. Heel veel plas heen, alles. Hier moeten we even goed uitkijken. En daar gaan we. Yay! Dat is mijn nieuwe motor, mensen. En dit heb ik allemaal dankzij jullie kunnen halen. Wel kut weer gelijk om mee te rijden. Ik moet nu allemaal heel veel tegelijk doen. Alles instellen. Goed spiegels instellen, zodat ik achter me ook kan zien. Maar ik ben er echt blij mee. Heel mooie kleur ook. Lekker windje erbij, regen erbij. Wat wil je nog meer? Een zonneschijn. Die hebben we hier niet in Nederland vaak. Wie bedenkt er nou om motor te rijden met dit weer? Ik ga echt stuk. Zo, teruggeschakeld. Motor rijden en schakelen, dat is echt heel leuk. Kijk, je ziet hem knipperen soms, dat ik moet doorschakelen. Boven 4000 toeren mag ik niet opkomen eigenlijk, omdat hij nieuw is. Dus hij moet zelf nog inkomen. 1000 kilometer moet ik ermee rijden. En daarna kunnen we die toeren lekker vol tot de 10 maken. Superleuk. Oh, moet terugschakelen. Ik voel me net een kind soms. Ik hoop dat jullie trouwens heel veel kunnen zien door regen, weet je wel. Oh, ik word wel helemaal nat, man. Zo. Ik ben er erg blij mee. Ik vind die kleur ook heel mooi. Laat weten wat jullie ervan ook vinden. Of jullie de kleur mooi vinden. Of jullie ook Forks willen zien, dat ik gewoon zo random rij, weet je wel. Dat vind ik ook wel leuk om te doen. We gaan niet met de 6. Terugschakelen. Zo. Heel rustig. Oh, hier moet ik wel even voorzichtig zijn, hè. Met al die angsten door die nieuwe banden die glad kunnen zijn. Oh mijn god. Stel nou, je gaat nu op je bek. Dan heb ik echt een probleem. Oh, op schakelen. Ik moet zelf nog aan wennen. Oh mijn god. Ik durf geen gas te geven, besef. Zo nieuw vind ik hem. Ken je dat? Wanneer je een nieuw speeltje hebt, je wilt hem helemaal niet gebruiken. Omdat je denkt dat hij oud wordt. Of mensen die een nieuwe auto halen. Die denken, ik moet zo weinig kilometers maken. Ja, ik snap niet waarom je een auto haalt. Nou, nu heb ik tegen mezelf. Waarom heb je een motor gehaald, Mo? Ga lekker kilometers maken, joh. Zo. Ik hoef niet te denken. Nu is ze vrij. Zo. Wiel naar links. Zetten we hem uit. En dan zou ik zeggen, dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, comment te zetten en te abonneren. En tot de volgende video weer.